Anna Reijinga gaat er eens lekker voor zitten. Want vanavond wordt er meer bekend over de kluisjesroof bij de uitzending van Opsporing Verzocht. Ja, we houden echt alles bij. Het is bijna een obsessie geworden, want ik wil toch graag weten hoe het zit. Anna woont pal naast de bank. Daarnaast is hij een heuse buurtdetective. Als er een vreemde auto stopt in de buurt, schrijft hij bijvoorbeeld het kenteken op. Niks ontgaat hem. Behalve dan misschien een van de grootste bankovervallen in de Nederlandse geschiedenis. Ik heb het niet gezien, ik heb het niet gemerkt. Vrijdagavond was ik thuis. Zaterdagnacht was ik thuis. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Kijk, onze achtergang. Op de beelden is te zien dat twee beveiligers de bank controleren. De beveiligers zijn nog maar net de steeg ingelopen als er een halve minuut later twee mannen aankomen vanaf de parkeerplaats, recht op de personeelsingang af. Dit zijn niet de echte beelden. Die beelden wel. Dit is raar. Op dat moment gebeurt er iets opmerkelijks. De beveiligers zijn teruggekeerd van hun inspectieronde en gaan het gebouw binnen waar zich op dat moment de kluisjesrover bevindt, die teruggegaan is naar binnen. En wat heel vreemd is, twee bewakers heb ik nog nooit gezien dat ze op ronde kwamen. Het was altijd maar één. En nu Anne dit weet, beziet hij een eerder incident vlak voor de overval ook met andere ogen. Hij zag toen twee beveiligers in een niet alledaagse situatie. Nou, wat ik dus zag was dat er op het trapje achter bij de personeelsingang zaten twee mannen van EBN die dus aan het kijken waren naar de bewakingssystemen. Dus het afsluiten van de bank. En dat was op een tijdstip dat niet normaal was. Voor Anne is het dus wel duidelijk dat de beveiligers er iets mee te maken moeten hebben. Alleen de grote hoe-vraag blijft helaas nog onbeantwoord. Ik heb wel de hoop dat het opgelost wordt. Want ja, ik wil er toch, als het kan, een mooi script van schrijven. Hè? Ja, wie weet, kunnen we er nog een mooie film van maken. Dus laat maar komen. Tips doorgeven kan gratis en eenvoudig via het formulier op de site. Of bel nu meteen naar de opsporingstiplijn 0800 60 70.